Voetbalfans met dementie halen herinneringen op aan vroeger tijdens het project Voetbal Memories van NEC. Ieder uur krijgen 5 mensen in Nederland de diagnose dementie. Een hersenaandoening waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Mensen met dementie kunnen oudere herinneringen vaak beter voor de dag halen dan nieuwe ervaringen. En daar speelt NEC maatschappelijk op in. Samen met het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis organiseren zij het project Voetbal Memories. Elke eerste woensdag van de maand is het tijd om herinneringen op te halen uit vervlogen jaren. Speciaal voor dementerende ouderen die de Nijmeegse Club een warm hart toedragen. Nou, het is een project dat uit het Verenigd Koninkrijk komt. Daar doen ze dit al veel langer. Dus ik ben in 2018 naar Schotland gegaan. Heb daar de oprichter van Voetbal Memory Schotland gesproken. Die heeft mij 2 dagen op sleeptouw genomen langs een aantal clubs. Heb ik gezien hoe het werkt en gedacht van ja, dit is ook iets wat in Nederland zou moeten kunnen. Het is qua concept zo simpel dat het een kwestie is van het gewoon gaan organiseren. Zo wordt alles uit de kast getrokken om de mooiste herinneringen op te halen. We proberen eigenlijk altijd met de ouderen terug te blikken op oude foto's. We hebben filmpjes, video's, attributen, sjaaltjes van wedstrijden. En zo proberen we eigenlijk juist met die ouderen herinneringen op te halen. Het leuke is dat mensen komen weer bij de voetbalclub. Dus dat is iets wat ze jaren geleden hebben gedaan. Dat is betekenisvol voor ze. Er liggen veel emoties, herinneringen enzovoort. En dat is wat de mensen op aanslaan en wat ze ook verbinden. Dus je hebt hier, als ze hier voor het eerst komen, dan hebben ze gelijk aansluiting op basis van het verleden van NEC. En dat gaat heel snel erg geanimeerd. De bijeenkomsten zijn niet alleen goed voor de mentale gezondheid, ook kan de dementie in zekere mate vertragen. Dementerende ouderen zie je vaak dat ze wat beperkt zijn in hun sociale contacten. Juist interactie en sociale gesprekken dragen bij aan om die ziekte wat meer tegen te gaan. En zo proberen we eigenlijk juist die aspecten in voetbalmemories te verwerken. De bezoekers reageren over het algemeen erg positief. Nou, ik vind het leuk, gezellig. Als het om voetballen gaat, dan is het altijd voor mij prettig. Want mijn hele leven was voetballen. We merken dat de deelnemers het vooral heel erg leuk vinden. Dus het is echt voor hun een uitje. Even weg zijn van het verzorgingsthuis of de plek waar ze wonen. En mantelzorgers die er soms bij zitten, die zien hun partner echt opleven. Maar ook weer dingen vertellen die hij thuis bijna niet meer vertelt. Dus je ziet echt dat ze hier wel weer een beetje geactiveerd worden. Het is vandaag 6 december en voor veel mensen is dat dé datum waarop de kerstboom weer het huis in mag. Toch is het natuurlijk niet heel duurzaam om een boom te kappen en deze enkele weken later weer weg te gooien. In Nijmegen-Noord kan je daarom een kerstboom adopteren. Het is de Warmoes. Het is een historische tuinderij. Eigenlijk het laatste warmoeseniersbedrijf in Lent. We vonden het een heel leuk initiatief. Het is adopteer-een-kerstboom.nl. Die benaderde ons en die zeiden: past het niet bij jullie? Wij telen biologische bomen. Nou, wij gebruiken hier ook geen bestrijdingsmiddelen, dus dat past ons wel. En de bomen worden niet daarna weggegooid of aan de straat gezet, zodat de daar ze ophaalt en ze erover ingaan. Maar ze gaan weer terug naar waar ze vandaan komen en worden weer herplant. En volgend jaar kun je, als je dat leuk vindt, ook nog dezelfde boom weer thuis ontvangen. Dus dan kun je echt je eigen boompje houden. Het kiezen van een duurzaam alternatief voor een kerstboom is vaak nog lastig. Het adopteren van een kerstboom is misschien wel dé uitkomst voor veel mensen. Dat het gewoon zonde is, er is best wel veel over te doen. Hè? En soms is het ook moeilijk dat je denkt van, wat is nou de beste keuze? Moet ik nou een kunstboom kopen? Want die moet ook geproduceerd worden. Of eigenlijk is het toch ergens ook goed dat er bomen worden geplant. Hè? Dus deze bomen worden wel opgekweekt. Dus er zijn al die tijd staan er wel bomen. En ze gaan nog jaren mee. Dus het is niet dat ze dan allemaal weer verbrand worden. Het adopteren blijkt erg populair te zijn, want de meeste bomen zijn al weg. We zijn eigenlijk, we waren heel erg verbaasd, want we zijn de helft van de bomen al kwijt voor Sinterklaas. Dus dat vonden wij vonden dat vroeg. Maar ik denk dat veel mensen ook bang zijn dat ze geen mooie boom meer hebben. Dus dan komen ze vroeg een boompje halen. Ze vinden het superleuk. Mensen vinden het sowieso leuk.
Er wonen nu natuurlijk veel mensen om ons heen. Van, ik kan mooi dichtbij een boom halen. Maar we worden ook gebeld en mensen komen langs van, dit vond ik nou mooi. Dus nu zo'n boom, daar wil ik wel aan meewerken. De rotonde bij de sluis in Weurt is vrijdag 8 december vanaf 7 uur 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting is vanwege werkzaamheden aan het wegdek en duurt tot maandagochtend 11 december. Het asfalt op de rotonde krijgt noodzakelijk onderhoud. Voor fietsers en voetgangers blijft de rotonde wel beschikbaar. Vanuit de richting Nijmegen geldt de afsluiting vanaf het Industrieplein. De afsluiting op de Westkanaaldijk begint vanaf de Metaalweg in Weurt. Er is een omleidingsroute die loopt via de Energieweg, A73, Schoenaker en Van Heemstraweg. De decembermaand is aangebroken en dat betekent dat het de komende maanden weer vaker koud zal zijn overdag, maar vooral ook in de nacht. En dus treden bij verschillende gemeenten wederom zogeheten winterprotocollen in werking, zodat daklozen niet in de kou hoeven te slapen. In de gemeente Nijmegen wordt ook een winterprotocol gehanteerd. Dat wordt gecoördineerd door GGD Gelderland Zuid. Zij laten de samenwerkende organisaties weten wanneer deze ingaat en weer stopt. Dak- en thuislozen krijgen dan gratis opvang en er zijn extra plekken beschikbaar. De DAR, Stichting Afvalfonds Verpakkingen Nederland en de gemeente Nijmegen gaan samen zorgen voor meer hergebruik van grondstoffen. Ze zijn een project gestart om de kwaliteit van het ingezamelde Plastic Plus te verhogen. DAR treft steeds vaker afval aan tussen Plastic Plus. Daarom gaan afvalcoaches in gesprek met bewoners over het scheiden van plastic afval en worden Plastic Plus zakken gecontroleerd op inhoud. Vanaf dit najaar tot zomer volgend jaar gaan de afvalcoaches op pad om vragenlijsten af te nemen bij de bewoners. Hiermee willen ze in kaart brengen hoe bewoners het scheiden van Plastic Plus ervaren. En vanavond dan reist NEC weer af naar Alkmaar voor het spelen van 5 minuten blessuretijd. Het is de restant van de uitwedstrijd tegen AZ. Die wedstrijd moest net voor blessuretijd worden gestaakt, omdat NEC-speler Bas Dost onwel werd. Achteraf bleek hij een ontstoken hartspier te hebben. Op het scorebord staat NEC met 2-1 voor op de spelers uit Alkmaar. In principe hoeven de Nijmegenaren dus alleen maar een paar minuten het doel leeg te houden om te winnen. Nu de Sint het land weer uit is, duiken ook de eerste kerstactiviteiten weer op in de regio. Zo staat het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk de komende 2 weekenden weer geheel in het teken van de kerstfair. In het iconische kerkje aan de dijk bij Slijk-Ewijk is Galerie 1400 gevestigd. Het kunsthuis van Lindsay Hoogveld. Speciaal voor de kerstdagen heeft zij haar kunstaanbod een beetje aangepast. Normaal heb je alleen de schilderijen van mijn hand, de bronzen beelden van mijn moeder en nog wat andere werken van andere kunstenaars. En deze weekend hebben we ook gezorgd voor leuke, betaalbare, kleinere kunst. Dus dat is wat er extra aan toegevoegd is. Met als speciale toevoeging dat we natuurlijk glühwein hebben, hapje, drankje, live muziek. Gewoon heel veel kerstsfeer, kerstgevoel, dat de mensen tevreden naar huis gaan. Dat is eigenlijk het idee. Eigenlijk dus een kerstmarkt 2.0. Ik ben zelf heel erg fan van kerst. En een kerstmarkt vind ik vaak tegenvallen, omdat het dan toch elke keer weer hetzelfde kraampje is. En ik wilde een beetje een upgraded kerstfair. Dus ik heb mijn eigen kerstfair gecreëerd. Het kunstenaarschap zit inmiddels echt in de familie. Zo is er niet alleen werk te koop van Lindsay zelf en haar moeder. Mijn kinderen mogen 1 keer per jaar meedoen met het verkopen van hun eigen schilderijen. En inmiddels zijn ze best wel goed geworden. Dus mijn jongste dochter maakt beschermengeltjes. En mijn oudste dochter maakt al behoorlijk goede schilderijen. Wie niet meteen een groot schilderij aan de muur wilt, heeft deze kerstfeer ook keuze uit speciaal geselecteerde kleinere kunstwerken. Dit is bijvoorbeeld een hert die ik heb gemaakt. Een jonge reekalf. En deze is normaal gesproken is alles wat ik maak van brons. En deze keer heb ik gekozen voor kunsthars in verschillende uitwerkingen. Kort en staal, serpentijn steenlook en bronslook. Zodat ze ook weer wat betaalbaarder zijn. De kerstfair in het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk is op 9 en 10 december. En op 16 en 17 december tussen 1 en 5 uur in de middag. Het was vandaag al met al een prima najaarsdag. Met brede opklaringen en dus aardig wat zonneschijn.
Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot aan het vriespunt. Op plaatsen waar het opklaart kan het zelfs 1 of 2 graden onder het vriespunt duiken. Morgen begint nog met wat mist, maar vervolgens is er opnieuw ruimte voor de zon. Later op de dag wordt de bewolking weer wat dikker. En uiteindelijk zal daar in de nacht naar vrijdag een beetje regen uit kunnen vallen. Vanaf vrijdag lopen de temperaturen verder op. De vrijdag zelf zal daarbij nog grotendeels droog verlopen. Maar daarna krijgen we vaker met regen te maken. De temperatuur loopt in het weekend op tot zo'n 11 graden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 6 december. Ben, of ken jij iemand die op zoek is naar een baan in de media? Kijk dan eens op onze website rn7.nl. Op dit moment hebben we namelijk enkele vacatures openstaan waar nog tot aanstaande vrijdag op gereageerd kan worden. Morgen zijn wij weer terug met een nieuwe uitzending, dus graag tot dan!